In deze aflevering van de Boekenpraktijk praat ik met Mignon van Halderen en Brandon Martens. Zij zijn de auteurs van het nieuwe boek Thought Leadership. Even in het kort, wat betekent Thought Leadership? Thought Leadership, dat zijn eigenlijk organisaties, thought leaders, die vanuit vernieuwende zienswijzen hun strategie weten vorm te geven. En vaak op het snijvlak van hun strategie en de veranderende samenleving. Ja, en daar gaan we uitgebreid over praten met concrete voorbeelden. Dus als je nieuwsgierig geworden bent, zou ik zeggen, luister naar deze podcast. Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Thought Leadership acteert op een fundamenteel niveau. Het gaat om een vernieuwde kijk op strategie en positionering op het snijvlak van markt en maatschappij. Zo omschrijven auteurs Mignon van Halderen en Brandon Martens de titel van hun recente boek Thought Leadership. Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep, een strategisch onderzoeks- en adviesbureau wat zich richt op organisaties in transitie. En bij diezelfde Reputatiegroep is Brandon Martens ook adviseur. En beiden ondersteunen organisaties in het vormgeven van dit Thought Leadership. Wat is dat toch, dat Thought Leadership? Ze hebben er een boek over geschreven en daarom zijn ze beide vandaag mijn gasten in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Brandon en welkom Mignon. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Toen ik het boek in eerste instantie onder oog kreeg, dacht ik, daar gaan we weer een boek over leiderschap. Dus ja, er is al zoveel over geschreven. Wat, misschien gelijk een hele grote vraag, maar wat maakt dit boek anders als het gaat over leiderschap? Nou, Thought Leadership heeft veel te maken met leiderschap, laat ik dat zeker vooropstellen. En dat daar veel boeken over zijn. Leiderschap is zeker in deze tijd een heel belangrijk onderwerp. Ja. Wat het Thought Leadership maakt, is dat je nu ziet dat we zitten nogal in wat transformaties. Sommige mensen vinden dat een vervelend woord, maar het is wat het is. We hebben een duurzaamheidstransformatie, digitale transformatie, maar net zo goed een waardetransformatie. Mm-hmm. En organisaties hebben zich daar steeds meer toe te verhouden. En een transformatie zegt het al, iedere transformatie vraagt ook nieuwe manieren van denken en nieuwe manieren van doen. En dat roepen we zo vaak, hè? Mm-hmm. We hebben nieuw denken nodig. Maar hoe geef je nou je strategie vorm langs vernieuwend denken? Yeah. En daar gaat dit boek over. Hoe verschuif je bepaalde gedachtegoeden om eigenlijk jouw strategie voor te bereiden op de toekomst? Dus het is eigenlijk een manier om een transformatie in een organisatie te realiseren. Of is dat het simpel gezegd? Een manier om een transformatie in een organisatie te realiseren. Een middel dus. Nou, het is zeker wel een vehikel, ja. Mm-hmm. Het is geen doel op zich. Mm-hmm. Dat is ook denk ik het onderscheid wat we maken. Zeker in het boek. En dat is ook waarvan je zei van, oh, daar gaan we weer, voor leadership. Vaak wordt gezien, wordt gezegd vanuit we willen thought leader worden, alsof dat het doel is. Ja. Maar wij benoemen het veel meer en benaderen het veel meer als zijnde van, nou goed, om richting richting te geven aan die transformatie als organisatie zijnde en je verantwoordelijkheid daarin te nemen, is thought leadership zeg maar een de weg er naartoe. Want even voor de mensen die het boek helemaal niet kennen, het is niet een term die jullie bedacht hebben, het is gewoon een internationaal bekende term. Ja. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Nou, de grap was, en dat is ook hoe wij de term gebruikten, hè? Want thought leadership, dat is ook vaak, zie je vaak terug in de marketing PR-hoek. Mm. En ook prima, hè? Ook hoe dat daar gebruikt wordt. Als wij willen meer thought leadership uitdragen, hoe kunnen we dat doen met content en marketing? De manier waarop wij er meer naar kijken is echt 15 jaar terug. Toen deed ik zelf nog onderzoek op de Erasmus Universiteit en ik keek naar de olieindustrie. En daar was op dat moment één organisatie, BP. En in hun visie waren zij best wel de industrie vooruit. Zij doorbraken conventies. Wall Street Journal noemde het destijds, they are leaving the church. Hè? Dus dat geeft al aan dat daar, zij hadden een, wat wij en wat dus maakt in het boek noemen, om het even tastbaar te maken, wat maakt dat zij zo vernieuwend waren? Wat deden zij anders dan hun concurrent? Ja, precies. Dus zij hadden wat wij dus in het boek noemen een novel point of view als het gaat om de klimaattransitie. En daar moet ik meteen bij zeggen dat
Zij hadden die visie heel sterk, wisten dat heel sterk uit te dragen. Waren ze echt de industrie, daar schudden ze het mee op. En dat is nodig, hè, als het gaat om klimaattransitie. Maar en dat is een heel essentieel onderdeel van thought leadership. Ze zijn niet in staat geweest om dat novel point of view helemaal te vertalen en door te vertalen naar een strategie. Hmm. En ik denk dat veel luisteraars nog wel goed weten welke crisis BP heeft gehad. Dus in die zin is BP eigenlijk een hele mooie praktijkcase. Ja. Om te zien wat wel en niet goed ging. Maar als je nou kijkt, hè, want je haalt de term novel point of view ook erbij. Ja. Dat is een heel belangrijk aspect, onderdeel eigenlijk. Hè. Je moet een nou, ja, en je mag ook vernieuwend perspectief zeggen. Ja, vernieuwende perspectief. Zienswijze. Ja. Maar toch even, maak dat eens tastbaar. Wat is dat? Ja. Geef misschien even een voorbeeld van zo'n novel point of view. Ja, wil jij die geven? Ja, zeker. Het is allereerst een bepaalde zienswijze die je hebt op het thema die belangrijk is voor je stakeholders. En die je ook ziet in de wereld van, nou goed, dat gaat ons aan als organisatie, daar hebben we ons op toe te verhouden. Mm-hmm. En novel point of view is daar inderdaad die vernieuwende kijk die je hebt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ørsted. Is een Deense energiebedrijf. Mm-hmm. Die hebben een hele omslag gemaakt van fossiel naar duurzaam. En ik denk grofweg 10-12 jaar. En om die omslag, zeg maar, om daar handen en voeten woorden aan te geven. Van dat ze zagen van, nou goed, we hebben onze verantwoordelijkheid te nemen als energiebedrijf. Zeker qua uitstoot. Waren zij verantwoordelijk voor 1/3 van de uitstoot van heel Denemarken. Was de toenmalige CEO die zei van, nou, we moeten het gewoon anders doen, we moeten een omslag maken. En hij zei van, een portfolio bestond uit 50% duurzame energie en 85% uit fossiele bronnen. Ja. En hij flipte het eigenlijk. Hij zei van, nee, wij moeten toe naar 85% duurzaam en 50% fossiel. Ja, maar wat maakt dan dat is dan zo'n novel point of view, hè, dat je eigenlijk naar buiten kijkt als organisatie. Dus je kijkt naar een soort maatschappelijke ontwikkeling. En je gaat eigenlijk veel meer in het spoor van die maatschappelijke ontwikkeling mee. Mm-hmm. Kan het ook andersom trouwens, dat je de maatschappelijke ontwikkeling, dat je die teneur eigenlijk leidt in plaats van volgt? Nou, dat is het dus. Hè? Dus daarom heet het een novel point of view. Hè? Ja. Novel moet je niet zien, oh, het moet heel anders dan mijn concurrent. Mm-hmm. Maar dat jij dat gedachtegoed waar op dat moment die sector in zit durft te verschuiven, dat je daar eigenlijk leading in durft te zijn. En dat deed Ørsted wel heel goed. Want je zou denken, ja, dat flippen, dat moet iedereen doen. Ja. Maar het punt is dat zij wel een van de eerste waren. Er zit ook heel veel durven achter om te zeggen, wij gaan dat gewoon flippen. Ja. En dat is er dus ook echt wel goed gelukt. En dat gaf, en dat is dus de kracht van het hebben van een vernieuwend perspectief als onderlegger van je strategie. Dat gaf zo'n impuls, zo'n vernieuwingsdrive. Maar ik wil toch even naar dat toe, hè? Want ik kom zelf als adviseur ook best wel veel in organisaties die denken dat ze een, nou, ze noemen het dan misschien geen novel point of view of misschien wel een vernieuwend perspectief, maar ze hebben wel een visie. Ja. En ze roepen heel veel dingen in de zin van, wij gaan transformeren. Dat hoor ik ook overal. Wat is het eigenlijk, een transformatie? Even toch tussendoor voor de mensen die denken, waar gaat het over? Nou, een transformatie, kijk, we hebben het ook over verandering. Hè? Dus transformatie is een vorm van verandering. Ja. En in ons boek hebben we het over drie vormen van verandering. Maar je zou, denk ik, je begint pas iets een transformatie te noemen. Als je zegt, ja, maar dit betekent ook echt een verandering in onze essentie, wie wij zijn, in onze vorm, in onze denkbeelden, hoe we dus over bepaalde thema's nadenken, zeker maatschappelijke thema's. Hè, dat is wat anders dan een verandering in de zin van, nou, we moeten gewoon reorganiseren. Ja. Wat ook heel belangrijk is, natuurlijk. Dat noemen we een eerste orde verandering. En een tweede en derde orde verandering, dat zit echt in de drastisch andere denkbeelden, andere cultuur. Ja. Om die, ja, dus dat je niet een nieuw softwarepakketje eigenlijk aanschaft, maar dat je echt de organisatie volledig op zijn kop gaat zetten. Ja. Om volledig in dienst van dat vernieuwend perspectief te gaan handelen eigenlijk. Precies, en dan vind ik het toch, wat is interessant, hè, wat jij zegt, van, goh, ja, jij zit ook veel bij organisatie en leiderschap. En dan het verschil tussen visie en een novel point of view. Mm-hmm. In een visie kan een heel sterk vernieuwende zienswijze zitten. Ja. He, dus het een sluit het ander niet uit. Alleen, als je daarnaar kijkt, een visie is een aspiratie voor de toekomst. Ja. Die heb je nodig, natuurlijk. Ja. Vroeger waren visies, he, wij willen de beste zijn in ons soort, he, voor een organisatie. Mm-hmm. Nu zie je al dat visies steeds meer opschuiven naar, ik geloof Philips heeft de visie met al onze innovatie willen wij een duurzame en gezonde samenleving creëren. Veel meer maatschappij gedreven. Maar een novel point of view, wij vinden het belangrijk om dat te noemen. Dat is eigenlijk
wat is nou jouw verandergedachte? Ja. Kun je die nou ook articuleren? Want als je dat gewoon, hè, language shapes our thinking. Als je dat goed op papier krijgt, dan krijg je mensen mee. En vaak heeft een visie niet genoeg die vernieuwingskracht in zich. Nee. En als die al in zich heeft, zie ik dan een beetje sceptisch om me heen, dan wordt die niet goed uitgedragen in termen van taal en communicatie. Ja. En leidt het dus ook niet tot een inspirerende wave in de organisatie, zeg maar. Nou, precies. En dan wil ik er meteen bij zeggen, want we zeggen altijd thought en leadership. Het is niet, natuurlijk niet alleen communicatie. Mm-hmm. Dat leadership, het gaat om dat, hè, het bekende walk the talk stuk. Ja. En dat hebben we natuurlijk in die praktijkcases ook willen laten zien. Dat verder gaat dan een hele mooie visie hebben. Wat we eigenlijk bij BP destijds zagen, helaas. Ja. Hoe ontwikkel je nou zo'n novel point of view? Dus stel ik zit te luisteren en denk, oh ja, ik zou eigenlijk ook wel misschien veel vernieuwender met mijn organisatie aan de slag willen, dat perspectief. Maar ja, ik zie heel veel organisaties die allemaal brainstorm sessies aan het houden zijn en die poepen allerlei dingen uit, maar het leidt niet echt tot deze verandering, zeg maar. Dus wat is daar een belangrijk aspect in om zo'n novel point of view ook echt te kunnen formuleren? Nou, ik wou wel eventjes zeggen, want jij wil vast aanvullen. Ik vind niks mis met brainstorm sessies trouwens. Nee. Hè? Maar het moet wel tot iets leiden. De geest moet wel in de fles zitten. Ja. En wat wij wel merken, en dat is denk ik ook de positieve inslag die we altijd willen nemen bij organisaties, is dat er zit heel veel vernieuwende kennis, expertise en zienswijze in organisaties. En er zijn heel veel organisaties die transitie willen maken. Ja, dat gezegd hebbende, toch zie ik dat het nog niet echt overal lukt. Dus en zeker als ik nu aan het luisteren ben naar deze podcast en ik denk, potverdorie, ik heb misschien heel veel vernieuwingsdenkkracht in mijn organisatie, maar zo'n novel point of view, dat is er nog niet van gekomen. Hoe kan ik dat dan voor elkaar boksen? Ja, ik denk een goede aanvulling is niet onderschatten hoe belangrijk interne betrokkenheid is. Hm. Het is niet zomaar, zeg maar, ergens op de hei zitten met de management team van de bestuurslaag en dan zeggen van, nou, dit is de vernieuwende koers en dit gaan we gewoon doen. Het gaat echt om, en zoals Emilion ook al zegt, dat zit vaak al, die vernieuwingskracht zit al in die organisatie. Dus, en dat benoem ook in het boek, is van het betrekken van alle lagen in je organisatie is echt van wezenlijk belang. En ook nadenken van, want met al die lagen die stellen ook een andere vraag. Wat betekent dit voor ons team? Wat betekent voor mijn afdeling, voor mijn eigen baan? Ja. Dat je mensen daarin betrekt en dat ook meeneemt. Van, nou goed, als we hier naartoe willen, hoe kijk jij hiernaar? Hoe zou jij hier invulling aan geven? Maak zelf ook die vertaalslag. Ja. Dat is een continu traject. En het is niet zomaar van, we sturen wekelijks een nieuwsbrief om te zeggen hoe ver we daarin staan. Nee. En jij wil natuurlijk weten, maak dat dan concreet. Hè? Zeker. Ja, zeker. Vooropgesteld, bij iedere organisatie is dat anders, want ze zitten in een ander stadium. Maar wat wij bijvoorbeeld veel doen en wat elke keer hele mooie dingen oplevert, is, we beginnen vaak met heel veel interviews. Gewoon daar ook de experts. Ik heb één keer voor een organisatie iets moois gedaan, dat het leiderschap zei, ja, we hebben hier zoveel data gedreven, jonge mensen zitten en eigenlijk luisteren we te weinig naar ze. Wij zitten al te veel in ons paradigma. Ja. En toen was het zomer. En zeiden van, ga gewoon al die mensen eens interviewen. Ja. Want die worden niet genoeg gehoord. Nou, dat bracht echt zoveel bijzonders naar boven. Dat is eigenlijk wel apart, hè, toch, als je daarover na gaat denken. Maar dat weet jij ook als je in een organisatie bent. Hè? De organisaties zijn zo druk en als je die ruimte daar niet voor pakt. Ja. Grappig, we hebben het ook altijd over 4 R's als het gaat om positionering. Hè? Positionering is geen profilering, maar positionering is welke rol pakken we, welke richting kiezen we daarin, wat vraagt dat van onze relaties met stakeholders en welke ruimte durven we daarin dan ook te nemen. Maar als je zegt, hè, leg je oor te luisteren gewoon eens op de werkvloer, om het even plat te maken, bij je mensen waar de kennis zit en waar het potentieel zit. En ondertussen kom je niet anders tegen dan organisaties die met zelfsturende teams werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie willen leggen. Dan is dat eigenlijk nog helemaal niet gelukt, zeg jij. Dan is dat nog far away from waar we willen zijn met elkaar. Ja, maar ik denk ook wel dat dat een menselijk proces is wat misschien altijd zo zal zijn. Mm-hmm. En dat is al onderdeel daarvan. Het is ook allemaal geen rocket science. Nee. Maar we hebben het nu steeds meer over het empathische en het menselijke. Puur daar ruimte van maken. En om hem dan concreet te maken. Hè, dus na die interviews, dat hebben we allemaal naar boven gehaald. Er kwamen zoveel vernieuwende zienswijzen en kennis en expertise naar boven. En dan komt het dus toch weer neer op conceptuele creatie. Ja. Dus wij hebben daar ook storyboard sessies gehouden. Dus dan werken we eigenlijk met heel veel
weet je, absurdistisch fotomateriaal om. En dat vinden mensen heel leuk. Ja. Ook in boards. En ook in mensen beetje die out of the box. Hele andere. Ja, helemaal. En met die storyboards laten ze striptekeningen maken. En daar komt zoveel naar boven. En wat je meteen een zeer belangrijke bijvangst, is dat je dan begint die commitment te groeien. En die bijvangst. Oh, dit is leuk. Dat is natuurlijk hartstikke vertrouwen opbouwen in zo'n organisatie. Ja. En vaak helpen we organisaties dan, en het liefst met mensen in die organisatie, om dat nou eens goed op papier te zetten. In, ja, als je hem heel plat slaat, in een storyline, in een verhaallijn. En als ook leiderschap dat gaat zien als onderleggen voor die vernieuwing, dan is dat al één eerste stap. Ja. Oké. Zullen we even naar de stellingen gaan? Ja hoor. Ik wil jullie vragen, even afzonderlijk van elkaar, misschien zelfs zonder oogcontact, om even alleen met eens of oneens te antwoorden. En daarna volgt de nuance. Stelling 1. Veel organisaties roepen wel dat ze moeten of willen transformeren, maar weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. En dus verandert er in de kern niets. Wie wil je dat er eerst reageert? Maakt niet uit. Ah. En daar moet ik op reageren. Eens of niet eens? Eens. Gewoon even kiezen. Eens met ja, positieve slag. Ja. Brandon? Ja, eens. Omdat je, ja, de toelichting mag het komt straks. Ja. Stelling 2. Die hebben we eigenlijk al een beetje behandeld. Een organisatie verbeteren en vernieuwen vraagt nadrukkelijk om het meekrijgen van je mensen. Dat is maar al te vaak een mission impossible, wat de mens van nature niet veranderingsgezind is. Jullie zijn wel hele lange denkers. Nou, ik geef Ben even het woord. Maar ik ga oneens zeggen. En de noemen kan je uitleggen waarom. En jij? Ja, ik zeg wel eens. Ja. In dit VUCA-tijdperk, een term die jullie ook gebruiken, dat staat voor volatile, uncertain, complex and ambitious, dus eigenlijk een tijdperk waarin heel veel snel verandert, zijn de meeste organisaties veranderingsmoe. En dan moet een organisatie eerst bijna failliet gaan voordat er een fundament voor vernieuwing is. Of de stellingen zijn heel moeilijk, of jullie vinden het heel lastig om te kiezen. Nee, ik vind het een hele mooie stelling ten eerste. Ook. Dank je wel. Het gaat over een bepaalde graad van urgentie creëren. Ja. Dus in die zin zou ik eens zeggen. Okay. Precies daarom zeg ik eens. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we er maar eens even naartoe gaan dan. Die eerste stelling, hè? Veel organisaties roepen wel dat ze moeten of willen transformeren, maar weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Dus verandert in de kern niets. Jullie zeiden nou veel nadenken eens. Wat is daarvoor de verklaring? Wat maakt dat... Dat organisaties zo'n radicale verandering die vaak toch nodig is, zo'n echte transformatie die je net al hebt getypeerd, dat zo lastig is. Ja. Zijn er nou geen mensen die het aanzwengelen of wat is dat? Nou, kijk, in die zin, en ik denk dat weten we ook allemaal, veranderen is gewoon heel moeilijk. Mm-hmm. Jezelf al veranderen als je dat wil is moeilijk. En je zou kunnen zeggen, er zijn 3 factoren die verandering, zeker transformaties, moeilijk maken. Dat is eerst het hoofd. Hè. We zien het nieuwe vaak niet. We hebben gewoon niet genoeg verbeeldingskracht om dat te zien. Nee. Twee, het hart. Dat noemen we ook wel het affectieve. Mensen vinden het spannend om te veranderen. Wat betekent dat voor mij? Nou, al die dingen. Ja. En dan heb je eigenlijk ook nog het systemische. Het is best moeilijk om als iets, VUCA, waar we het net over hadden, om alles wat met elkaar verweven is om te veranderen. Dus En dat geeft dus maar nog des te meer aan dat je dus die visie en die leiderschap nodig hebt. Ja, oké. Die tweede stelling, een organisatie verbeteren en vernieuwen, dat vraagt nadrukkelijk om het meekrijgen van je mensen. En dat is maar al te vaak een mission impossible, omdat die mensen natuurlijk dus niet echt veranderingsgezind is. Jij zei oneens. Ja, omdat ik denk dat veranderingsgezindheid is een state of mind, denk ik. En er zitten natuurlijk voorwaarden aan wanneer mensen wel of niet willen veranderen. Ja. Misschien is het de optimist in me, maar ik denk dat de mens zeker wel wil veranderen als ze perspectief hebben. Ja. En een beetje perspectief te bieden, dan is dat toch de allerbelangrijkste randvoorwaarde. Omdat mensen zich daartoe kunnen verhouden, ze kunnen zich inbeelden wat gaat het voor mij betekenen. Ja. En ik denk dat als je die factoren in oogschouw neemt, dat mensen dan wel sneller veranderingsgezind zijn. Dus. Is dat niet altijd een combinatie van, dat doet die derde stelling ook, hè, over dat die urgentie een beroep op. Is er niet altijd een combinatie van aan de ene kant de pushfactor, dat gewoon een enorme urgentie moet zijn. We zijn bijna failliet. We moeten nu echt veranderen. Het kan niet anders. In relatie tot, we hebben een droom, we hebben een ambitie en we willen ergens naartoe, een perspectief. Zijn dat niet de twee assen die er eigenlijk allebei moeten zijn? Ja, en dat zagen we ook heel goed terug in al die praktijkcases. Ja.
er was eigenlijk geen enkele organisatie die zomaar verandert vanuit maatschappelijk perspectief. Mm-hmm. Er zat altijd een bedrijfseconomische urgentie ook achter. En ik denk dat het ook zo realistisch is. En zo mag je er ook gewoon naar kijken. Ja. Bovendien is het tegenwoordig ook zo, als je je maatschappelijke legitimiteit niet bewaakt, dan heeft dat impact op je bedrijfseconomische legitimiteit. Dus dan ben je ook weer terug bij datgene, die urgentie. Ja. Nou, zullen we gewoon eens even naar die praktijkcasus gaan? We kunnen ze niet alle zes behandelen, maar jullie hebben een uitgebreid beschreven ziekenhuis Bernhoven, Philips, Parktheater Eindhoven, Ørsted, je zei het net al, Strijp S. Een woningcorporatie, is dat, toch? Ja, het is een stadsdeel. Oh. Maar de woningcorporatie Centrido is daar wel een van de drijvende krachten geweest. Ja. Even dan Parktheater Eindhoven als voorbeeld. Vind ik wel een mooi voorbeeld. Daar was dus duidelijk een urgentie omdat er rode cijfers kwamen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En dan beschrijven jullie heel uitgebreid, zeg maar, wat die transformatie is geweest. En dan staat er een ik weet niet of het toen destijds een nieuwe directeur was, maar in ieder geval een directeur op, Giel Pastoor. Die zegt van, hey, we moeten terug naar de bedoeling. Zo heb ik dat althans opgevat. Mm. Waar zijn wij eigenlijk van? En dan komt die hele transformatie. Werkt het ook altijd zo dat er dat klinkt een beetje heel vervelend dat ik het zo zeg, maar een sterke man of vrouw moet opstaan die daar echt een nieuwe boodschap gaat aankondigen? Moet dat echt op CEO-niveau beginnen? Het hoeft. Ja, je ziet iedere keer wel die interactie dat het op directieniveau in combinatie met misschien nog wat koplopers, changemakers in die organisatie, dat die samenkomen. Ja. En dus die wilskracht van daaruit is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Je kan wel zeggen nee, maar dat is niet nodig. We roepen vaak van bottom op. Ja, maar toch heb je dus gewoon die leiders nodig. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we jonge mensen goed opleiden. Ja. Om dat soort leiders ook steeds meer te Wordt het ook lastig volgens mij in termen ook van systeemverandering op het moment dat de leider niet meegaat in die verandering, toch? Ja. Dus daar begint het eigenlijk ook wel een beetje. Ja. De zorg bijvoorbeeld, hè? Vond ik ook heel mooi. Casus natuurlijk, het ziekenhuis Bernhoven. Die hebben op een gegeven moment een novel point of view geformuleerd. Betere zorg door minder zorg. Ja. Nou, dat was in eerste instantie leek het vloeken in de kerk. Ja. Toch? Ja, het was heel contra-intuïtief. Ja. Tegendraads eigenlijk ook wel. Meerdere ziekenhuizen waren daarmee bezig. Ja. Wat denk ik het mooie is aan Bernhoven is, ja, er kwam een nieuw soort leiderschap binnen. En dat vind ik wel het leuke om hierin te vertellen. Het heeft zoveel ook met positionering te maken. Dus daar was de communicatiemanager Stella van Emmerik had ook een belangrijke rol. Ja. En zij gaf daar ook echt die. Ik zei net, het nieuwe is ook moeilijk te zien. Maar zij was heel sterk in het communicatiestuk. In die beeldtaal en dergelijke. In die beeldtaal. En zij kwam uiteindelijk ook met dat betere zorg door minder zorg. Waardoor dus de directie zei, nou, kernachtige heb ik mijn eigen denkbeelden nog niet kunnen verwoorden. Ja. En nou, dan krijg je dat samenspel tussen taal en denken. Ja. Zo je moet toch een soort mantra eigenlijk hebben, zeg maar. Ja. Dat helpt wel. Ja. Ja. En dan, hè, neem ons maar even mee. Dan heb je zo'n mantra en dan heb je een nieuwe directeur die zegt, we gaan hier echt mee aan de slag. Wat maakt dan dat het lukt? Hè? Want er zijn ook heel veel, jullie hebben het ook over deeltransformaties. Hè? Je hebt ook heel veel zaken die eigenlijk volledig omgegooid moeten worden, zeg maar, in zo'n organisatie. Een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, het is mooi dat Brent dat misschien zo vertelt. Het is misschien wel aardig om nog even te vertellen. Ook bij Bernhoven zag je dus we zeggen wel, leiderschap is zo belangrijk. Maar leiderschap heeft dus ook zijn mensen nodig. En dat zag je dus ook. Dus het was niet alleen maar de directeur of de CEO of wat dan ook. Dus hij had ook zijn. Ja. Dus bij Bernhoven zag je dat twee artsen ook heel graag dit wilden. Ja. En toen zag je zo'n groepje van mensen ontstaan die beweging in gang brachten. Ja, ja. Dus ja, maar misschien kan jij iets vertellen over de deeltransformaties. Ja, die deeltransformaties. Ja, dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe je dat doorvertaalt. En ik denk dat zeker bij Bernhoven, dat begrepen ze heel goed van, willen we die transformatie maken, dan moeten we eigenlijk onszelf als ziekenhuis volledig opnieuw uitvinden. Ja. En zij hebben in 8 deeltransformaties hebben ze eigenlijk een soort van transformatiediamant, dat was het model in feite. Ja. En elk vlak daarin was er, zeg maar, new governance, doctors in the lead model. Misschien kun je daar even de korte toelichting over geven. Mm. Maar ze hebben het eigenlijk, alle facetten van de organisatie hebben ze eigenlijk daarin meegenomen, ook cultuur. Ja. Om na te denken van, als wij betere zorg door minder zorg willen realiseren, wat betekent dat dan van elk van die onderdelen van die diamant? Ja.
Ja. En dat hebben zij die deeltransformaties genoemd. En wij zagen dat als een mooi voorbeeld van, nou, als je hierover nadenkt als organisatie, dan die ook na te denken. Van, ja. Goed, wat moeten we dan allemaal hier aan meenemen? Ja, die deeltransformatie was ook heel mooi om structuur te geven dus aan die verandering. Mm-hmm. Heel pragmatisch gezien. Ja. Ja, want het gaat er dan uiteindelijk ook om dat je de mensen meekrijgt. En ik kan me zo voorstellen dat niet elke specialist of arts in zo'n ziekenhuis stond te springen. Want dat betekent nogal wat voor hen, toch? Hoe is dat gelukt? Hoe is het gelukt om mensen zeg maar ook echt mee te krijgen in deze verandering? En dus ook die mogelijke weerstand te overwinnen? Ja, nou, de grap is misschien eerst ook even goed te zeggen, hè, gelukt. Dat beschrijf ik ook in een boek, heb je gelezen, hè? Ja, kom ik zo nog even op. Dus ook Bernhoven heeft enorm de uitdagingen op dit moment weer. Maar als het gaat om mensen meekrijgen, en dat beschrijft Stella in de podcast ook heel goed. Het echt luisteren naar de mensen, het in gesprek gaan met die mensen, met hun eigenlijk perspectieven verleggen. Ja. En dat begon gewoon met het goede gesprek en aanhoren waar iemand mee zat. En vaak hetgene waar iemand mee zat was ofwel oplosbaar, of en het lukte men toch om diegene het hogere perspectief te laten zien ten opzichte van zijn eigen hele terechte perspectief. Ja, maar je komt zelfs op een niveau van handelingsperspectief, om dat woord maar even aan te houden. Namelijk dat je volgens mij in al je gesprekken met de patiënt of de cliënt steeds bewust moet zijn, draagt dit nou bij tot mindere zorg, toch? Ja. Ja. Hoe lukt dat? Want je bent volgens mij zo gewend om hetzelfde te doen wat je altijd deed. Hoe is dat gelukt dat mensen ook er echt helemaal naar gingen handelen? Kun je dat uitleggen? Ja. Nou, eentje is misschien die deeltransformaties. Al aan de voorkant betrokken ze de artsen, verpleegkundigen, de patiëntenverenigingen. Ja. Om gewoon, je wil eerst iedereen in die wat meekrijgen, die nieuwe visie meekrijgen. Betere zorg door minder zorg helpt dan al om continu na te denken. Alles wat wij doen, hoe helpt dat dan om betere zorg door minder zorg te krijgen? Dus iedereen mocht initiatieven inbrengen. Dus in die deeltransformaties zie je ook één blokje. En dat heet dan 100 kwaliteitsinitiatieven. Ja, ja. Dus iedereen mocht daarvan. En dat was bij Parktheater Eindhoven trouwens ook. Hebben ze dat ook gedaan. En een van die artsen daar, die geeft dat ook heel duidelijk aan. Van wij waren eigenlijk het clubje die why heel duidelijk neerzetten. En vanuit die why hebben mensen geïnspireerd en gewoon de ruimte gegeven in allerlei sessies om dan ook met verbeterinitiatief. Je komt dan ook met, want jij staat naast die patiënt. Vertel jij dan eens wat verbeterinitiatieven zijn. Dus men kreeg de ruimte. Ja. En dan heb je het gevoel dat je aan het meebouwen bent en dan ben je onderdeel van de verandering. Dat is eigenlijk waar het over gaat misschien. Hè? Je zei het al eventjes. Tijdens de corona-epidemie, moeilijk woord, bleek toch Bernhoven niet volledig future-proofed te zijn, bedrijfsmatig, zeg maar. Ondanks dat thought leadership. Dus wat zegt dat eigenlijk over de duurzaamheid van thought leadership? Ja, nou ja, ik weet niet of dat de juiste vraag is. Wat zegt dat van de duurzaamheid van thought leadership? Omdat als je teruggaat, hoe kijk je naar thought leadership? Kijk jij daarna, ik wil thought leadership en dan ben ik straks succesvoller? Of kijk je daarna, want wij hebben onze rol te pakken in deze veranderende samenleving. Gaan wij dat niet doen? Hè? Dan wordt de maatschappelijke druk steeds groter. Dat is ook niet goed voor je reputatie. B, organisaties willen graag ook heel graag mee. Mm-hmm. Er zit gewoon een drive ook in. En C, dan ga je straks misschien toch je bedrijfseconomische legitimiteit voorbij. Als je het niet doet, hè? Want de wereld verandert. Dus er zit. En wat zeg je daarmee dat het oneindig is? Dat je eigenlijk wel continu moet blijven transformeren? Tuurlijk, hè? Want innoveren moet je ook continu blijven doen. Ja. Thought leadership heeft heel veel met innoveren te maken. Maar niet op product- en dienstniveau hebben we het nu niet over. Maar de samenleving, hoe gaan we die circulaire economie doen? Ik hoef het allemaal denk ik niet te noemen. En wat betreft die zorgtransformatie. Mm-hmm. Ik denk dat we de luisteraars allemaal niet hoeven uit te leggen dat we een zorgtransformatie nodig hebben. Zeker. Hè? Dat ik kijk naar het klimaat of naar het regeerakkoord. En dat is als duidelijk als wat. En zij pakten die rol. En zij hadden een pioniersrol. Maar ze hebben nu dus ook gezien dat bepaalde dingen. Er zijn valkuilen geweest. Mm-hmm. Waar zij nu in staan, die ze moeten oplossen. Zoals? Wat was een valkuil? Dat heb je dus ook in de kranten kunnen lezen in november 2021. De kosten, die zijn heel erg hoog geworden. Met name ook
als het gaat om volgens mij ook personeelskosten. Mm-hmm. Nou, en als je dan naar die deeltransformatie zit, daar zijn wat gewaagde beslissingen genomen. Ja. Die in die zin echt thought leading waren. Maar waarvan je nu ziet, hey, is dit dan echt volledig de manier waarop je het moet doen? Ja. Ik denk dat, dat je straks pas kunt gaan zeggen van nou... misschien is het wijzer om het nog wel op die manier te doen, maar in aangepaste vorm of wat dan ook. Maar zij zijn wel de eerste geweest die stap hebben genomen. Ja. Ja. Wat mij dan aangenaam verbaast, is dat dan zo'n ziekenhuis behoorlijk transformeert in een sector, in een zorgsector die volledig niet transformeert. Ja. Oftewel, je bent pionier. Waarom wordt er niet meer afgekeken? Waarom wordt er niet meer geleerd van zo'n ziekenhuis? Waarom is die sector nog steeds zo... ouderwets, zeg maar, ondanks die transformatie van Bernhoven. Ja. Hoe komt dat? Weet jullie dat toevallig niet? Kijk je er vanuit een balkonperspectief naar, die zorgtransformatie, we zitten nog maar aan het begin. Mm-hmm. Dus dat zij die rol hebben gepakt, betekent niet een transformatie duurt, kan decennia duren. Ja. Maar jullie zijn erbij betrokken geweest ook, denk ik, hè? Bij Bernhoven, niet bij de transformatie zelf. Oké, okay. Maar wel dus ondersteunend geweest of ook niet? Absoluut niet. Maar Holde Kees, zeg maar, we zijn wel dicht betrokken geweest bij... Ja. We zijn ons dicht bij het verhaal meegenomen, zeg maar. En dat komt omdat destijds hadden wij nog het lectoraat. En daar was iemand bij binnen Bernhoven, die was daar interim. En die zei, wat jullie doen is een novel point of view. Ja. Toen zijn we in gesprek geraakt. Maar als ik het nou even, misschien maak ik het veel te ambitieus. Maar hier ligt een boek met een zienswijze hoe je je organisatie transformeert. En we leven nu in een maatschappij waar de inflatie sky high gaat. De energiesector, die moet echt getransformeerd worden. De zorgsector moet getransformeerd worden. Hoe kan het dat er wel mooie casussen staan in het boek vanuit die energiesector en vanuit die zorgsector? En dat het toch nog zo solistisch op een eiland binnen bepaalde organisaties blijft, dit gedachtegoed. Hoe kan dat? Nou, dat was ook de frustratie bij Bernhoven op een gegeven moment. Mm-hmm. Dus we hebben het over eerste orde verandering, tweede orde derde. Tweede orde verandering zien we in jouw organisatie transformeren. Maar uiteindelijk gaat het om die hele maatschappij. Want een ziekenhuis is vervlochten met verzekeraars. Dat hebben ze trouwens heel mooi gedaan. Hè? Want ze hebben gelijk die stakeholders er bij betrokken. Ja. En die waren niet gelijk enthousiast. Maar die gingen wel helemaal in de meewerkende stand. Ja. En dan kom je dus op het niveau dat je zegt van ja, maar wij kunnen wel transformeren. Ja. Maar dat betekent dat ons hele stakeholderveld moet transformeren. Ja. Nou ja. Dat is een proces van decennia nog. Ja. Overheid, kennisinstellingen. Ja, laat ik het anders vragen. Als je kijkt naar de ellende om ons heen. Ja. Of ben ik weer te negatief? De uitdagingen, dankjewel. Zit hem ook in taal, dankjewel Benny. Zouden jullie op dit moment een Nederlands bedrijf of organisatie kunnen noemen van je zegt van hey, daar zou die transformatie met behulp van thought leadership ontzettend welkom en urgent en nodig zijn op dit moment? Mooie vraag. Mm-hmm. Nou, Bren. Geef het antwoord. Meerdere, inderdaad. Ja. Ik denk jeugdzorg. Ja. Ja. Vooral jeugdzorg. Want? Nou ja, heb je het nieuws gevolgd, dan zie je dat er heel veel mensen, ook zeker door corona, in de psychische problemen zitten. Niet genoeg geholpen kunnen worden, omdat het systeem gewoon stagneert. Ja. Ja. En gaat het dan uiteindelijk niet in de kern toch over wat Wouter Hart al heeft gepredikt, terug naar de bedoeling, dat je als organisatie weer eens kijkt, waar zijn wij nou eigenlijk, zeker vanuit zo'n maatschappelijke context, waar zijn wij nou eigenlijk van? Ja, ja. Heel vaak zie je dat ook in die praktijkcases, dat terug naar de bedoeling gaan. Hè. Dus ze zijn allemaal heel bedrijfseconomisch, kapitalistisch focus gekregen. Ja. Dus dat heeft daar ontzettend veel mee te maken. Ja. Oké, tot slot. Misschien nog even een andere vraag. Heb ik iets niet behandeld waarvan jullie zeggen, Willem, jammer dat je daar niet naar gevraagd hebt. Dat we dat niet zo meteen in de aftertalk krijgen. Maar... of valt het wel mee? Is er één aspect waarvan je zegt, dat moeten we echt even belichten nog, want dat is wel heel essentieel als het gaat om thought leadership. Eens even kijken. Ik denk dat met name, dus dat thought leadership,
wat wij echt hebben willen laten zien, is dat dat naast het hebben van een vernieuwende visie echt vraagt om een interne verandering. En dan heeft dat te maken met gedrag. Ja. Dan heeft gedrag ook weer communicatie nodig. Hè? Dus, en dat elke die cirkel. Keer, die cirkel rondgaan is heel belangrijk. Dus we hebben heel vaak wordt dat als twee dingen gezien die niet met elkaar te maken hebben. Ja. Maar gedrag kan heel erg helpen om je communicatie te versterken. En je communicatie helpt enorm om betekenis te geven aan dat gedrag. Ja. Ja. En ik denk dat we dat heel erg hebben willen laten zien. Dat heeft met leiderschap te maken. Ja. En dat, je ziet vaak in organisaties dat twee gescheiden kanalen blijven, helaas. Ja, ja. Dus misschien is het ook wel mooi als... Oh, sorry. Ja, misschien te aanvullen. En ik denk dat we dat zeker ook in het, met de cases willen laten zien. Is dat de reis er naartoe minstens even belangrijk is als het doel dat je voor ogen hebt. Omdat juist, zeg maar, die... De winkel openhouden terwijl je aan het verbouwen bent, is heel erg belangrijk. Omdat uit die... uit dat hele proces haal je ook waardevolle leermomenten. En daar zit eigenlijk al je thought leading rol in. Om te laten zien van wij zijn ergens naar onderweg. We laten meteen ook zien wat onze valkuilen zijn, maar ook onze successen. En dat hele proces, zou ik willen zeggen, is minstens zo belangrijk. Dank jullie wel, Mignon van Halderen en Brandon Martens, voor deze mooie uitzending over thought leadership. Ik ben er meer te weten over gekomen wat de impact is van thought leadership. Althans op het realiseren van een succesvolle transformatie of organisatieverandering. Ik vond het ook wel mooi hoe zei dat nou, een vernieuwend perspectief. Dat is ook wel een mooi Nederlands woord ervoor. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over 2 weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en we proberen de strekking van het boek natuurlijk weer te plotten op de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast van de Boekenpraktijk. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het SVP naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.